Moet je een verstandskies waar je geen last van hebt nou wel of niet verwijderen? Mond-, kaak- en aangezichtchirurg Hossein Jaminia van het Radboud UMC onderzocht de risico's op complicaties bij het verwijderen van deze kiezen. Jaminia vatte zijn conclusies samen in een folder waarmee de risico's per patiënt beter in te schatten zijn. Op vrijdag promoveert hij op zijn onderzoek naar klachtenvrije verstandskiezen. Uh, nou, wat wij eigenlijk hebben gedaan is uh, gekeken wat nou risicofactoren zijn van het verwijderen van... Uh, 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 welke patiënten risico lopen bij het verwijderen van verstandskiezen. Uh, er zijn eigenlijk twee uh, wat meer voorkomende uh, risico's. Uh, als je verstandskiezen verwijdert, dan gaat het altijd gepaard met gewoon een nabezwaren. Dus je hebt er altijd even last van uh, in de vorm van pijn, zwelling, maar dat gaat ook weer over. Um, het kan ook zijn dat de pijn langer aanhoudt of dat je daar dus een infectie aan krijgt. Um, en na het verwijderen van vestanties, waarbij er uh, bot weggehaald moet worden omdat de vestanties in de kaak vastzit, dan is dat risico op die infecties ongeveer 10%. Dus dat is uh, uh, vrijwel wat. Dus ja, je bent er wel gebaat bij om te weten welke patiënten daar risico's uh, op lopen. Um, we zijn tot de conclusie gekomen dat um, als je de kies op oudere leeftijd uithaalt, uh, dat het risico op die complicaties groter zijn. Um, dus dat je wat dat betreft er beter bij kan zijn op jonge leeftijd. Um, verder blijkt dat het vrouwelijk geslacht uh, meer risico loopt dan de mannen. Um, en zoals ik al vertelde, dus het, het verwijderen van bot um, en dat het niet goed schoonhouden van de kies en de tandkas waar de kies in heeft gezeten, uh, dat geeft ook een volgend risico op uh, op de infecties. Ja, wat we hiermee wilden bereiken um, is dat we, um, ja, we wilden meer inzicht krijgen hè, zodat we patiënten individueel kunnen informeren over hun risico's. Um, en met de folder wilde ik bereiken dat we um, een handleiding geven uh, zodat ook voor in de praktijk um, wat meer handvaten zijn hè, om tot een keuze te kunnen komen um, of je bij de betreffende uh, is wel of niet verwijderd.